Ik ben Marian. Ik ben 50 jaar. Ik ben een helpende bij Laurens in Borrelstenen. Mijn ervaring met welslagen is, ik ben hartstikke goed geholpen, goed begeleid. En ja, als je wat vragen had, dan kon je gewoon mensen bellen, mailen. En dan stonden altijd voor je klaar. En niks was te veel. Nou, ik werd bij de gemeente heb ik aangeklopt. En bij mijn teammanager, die vertelde dat ze een project samen gingen met Laurens doen. En dan mocht je aan deelnemen als je het leuk zou vinden om in de zorg te gaan werken. En dat heb ik met beide handen aangenomen. En zo ben ik bij welslagen terechtgekomen. Ik ben Kathleen, ik werk in de huiskamer. Ik ben huiskamerbegeleider. En Marian is een hele fijne collega van mij. Bewoners van Laurens, die zijn hier om ja, geholpen te worden. Ze is altijd lief voor de mensen. Ze is nooit te beroerd om iets te doen, ook al is het niet haar taak op dat moment. Bewoners zie ik als, ja, als mijn eigen vader en moeder, zeg maar. Hoe je die zou begeleiden en zou willen helpen. En sommigen hebben ook fysieke hulp, maar ook mentale hulp nodig. Dus niet alleen het wassen en het aankleden. Ik maak geen uitzondering. Want ze verdienen allemaal hetzelfde hulp die ze nodig hebben. Maar ook het beet houden. Een aai over de schouder. Een luisterend oor. Dat is Marianne.